Rode Kruis Aruba. Heel veel mensen op Aruba kennen ons. Maar wat doen we nou eigenlijk? Rode Kruis is een vrijwilligersorganisatie. En ik krijg vaak de vraag van, goh, hoe kan ik nou vrijwilliger worden? Wat heb ik daarvoor nodig? Nou, het enige wat u eigenlijk nodig heeft, is de wens om een ander te kunnen helpen. Want dat is wat al onze vrijwilligers samen gemeen hebben. We hebben bijna 150 vrijwilligers die werken voor het Rode Kruis. In de leeftijd vanaf 13 jaar tot wel 80 jaar. En al die mensen hebben hetzelfde gemeen. Ze willen graag andere mensen helpen. Het Rode Kruis op Aruba doet dat eigenlijk op drie gebieden. De meeste mensen kennen ons van rampenbestrijding en hulpverlening bij calamiteiten. Dat is een van onze drie taken op het eiland. En daar trainen we onze vrijwilligers eigenlijk allemaal op. Wij proberen ervoor te zorgen dat mocht er zich een calamiteit voordoen op Aruba, dat onze vrijwilligers daarvoor klaar zijn om u, als dat nodig is, te helpen. Een tweede belangrijke taak die we hebben is ervoor zorgen dat mensen in staat zijn om zichzelf te helpen. Dus we noemen dat zelfredzaamheid vergroten en we doen dat onder andere door het geven van eerste hulp opleidingen. En ieder die dat wil, of je nu individu bent of scholier of bij een bedrijf werkt, kan bij het Rode Kruis eerste hulpopleidingen volgen. En we hebben daarvoor zeer goed gekwalificeerde instructeurs die dat bijna wekelijks verzorgen. Tot slot, de derde taak van het Rode Kruis is de sociale hulp op het eiland. Wij helpen dag in, dag uit met onze vrijwilligers mensen die hulp nodig hebben. En of dat nu is omdat er geen eten meer is, of dat nu is omdat er te weinig kleding is, of dat nu is omdat er geen dak boven het hoofd is vannacht. Het Rode Kruis, haar vrijwilligers staan klaar om die mensen die die hulp nodig hebben, daadwerkelijk die hulp ook te geven. En daar zijn we natuurlijk ontzettend blij mee, maar je zult ook begrijpen dat dat niet vanzelf gaat. Het Rode Kruis heeft daarvoor vrijwilligers nodig en het Rode Kruis heeft geld nodig om die vrijwilligers ook te trainen. En met dat geld proberen wij de mensen die die hulp nodig hebben weer zo goed mogelijk te helpen uiteraard. Vandaar deze 7 september, een belangrijke dag voor ons, om hier een cupcake festival te houden. Maar ook tegelijkertijd een soort open huis te organiseren voor ieder die geïnteresseerd is in het Rode Kruis. Wat doen wij precies? Wij zijn hier voor u om al uw vragen te beantwoorden op dat gebied. En we zullen ervoor zorgen dat als er specifieke vragen zijn, of als u bijvoorbeeld vrijwilliger wilt worden, dat u hier terecht kunt met al uw vragen. Belangrijk daarbij is ook dat wij op zoek zijn naar nieuwe leden. We zijn een vereniging van vrijwilligers, maar we hebben leden nodig. Die leden kunt u zijn. Het lidmaatschap van het Rode Kruis is niet zo duur. 2 gulden per week. En dat is voor ons een zeer belangrijke bijdrage waarmee wij ons werk kunnen verrichten. Dit soort evenementen kunnen organiseren en andere mensen kunnen helpen. We kijken daarbij specifiek naar kwetsbare groepen op Aruba. En dit jaar hebben we de aandacht voor jonge moeders met jonge kinderen in de leeftijd van 0 tot 5 jaar, waarvoor wij dit evenement gaan organiseren. Die moeders die een steuntje in de rug nodig hebben, die komen steeds vaker bij het Rode Kruis en we hebben gemerkt dat we daar wat extra aandacht aan gaan besteden.